Welkom bij het COVID-19-journaal. De huidige omstandigheden ten aanzien van COVID-19 laten onze autoriteiten geen andere keus dan de landsgrenzen langs de Marowijnen en de quarantaine strenger te controleren. Dit gebeurt middels reguliere patrouilles en op de vaste militaire grensposten. Kijk, de meeste diensten zijn gehuisvest in de kustvlakte. De politie, het leger, BOG, gezondheidsdiensten, allemaal zijn bijna in de kustvlakte. Dus het is ook makkelijker, ietsje makkelijker als je vergelijkt binnenland, dan kustvlakte te handhaven. Binnenland zit je één met de logistiek, dus de bereikbaarheid. Het duurt veel langer om bepaalde dorpen te bereiken, de afstanden zijn veel groter. Het tweede is de kosten die te maken hebben met transport van je mensen naar daar. En derde is modaliteiten, dus lokalen bijvoorbeeld, om mensen op te vangen, om mensen zeg maar te isoleren. Het is veel moeilijker. En gewoon kostenwijs, omdat we ook in een financiële crisis zitten, ga je niet overal kunnen zijn. Dus wat we doen is preventief en we gebruiken bijvoorbeeld iedere medische zending speelt een hele belangrijke rol. Maar ook de districtscommissarissen hebben we recent een overleg mee gehad. Alle districtscommissarissen van alle districten hebben we betrokken. En we hebben met hun besproken dat ze vooral het accent moeten leggen op preventie. Dat mensen bewust worden, dat mensen zich houden aan de regels. En als mensen symptomen vertonen, dat ze zich isoleren en laten testen. En dat waardoor dus die anderen niet besmet worden. Dus het is in het binnenland echt een uitdaging. Wat we recent ook hebben gedaan van de gebieden waar we informatie hadden dat er besmettingen waren, hebben we samen met BOG en medische zending hebben we ondersteund onze hospicen, dus gewonde verzorgers. Die hebben we getraind en zij zijn in een team samengegaan naar die gebieden om meer mensen te testen. Het is een extra uitdaging, omdat, kijk, die COVID-19 is vanaf maart. Mensen beginnen al een beetje vervelen van de situatie. Mensen willen werken, mensen willen hun zaken openen, mensen willen weer gaan feesten, mensen willen geld verdienen weer. Dus mensen doen nu zoeken allerlei manieren om zich te onttrekken aan de regels. En dat is een grote uitdaging om de mensen te blijven vermanen en erop aan te dringen dat ze veiligheid op de eerste plaats moeten zetten. Maar toch merk je dat geld heel erg belangrijk is voor mensen. En het tweede is de uitgestrektheid. COVID is niet alleen in Paramaribo, maar ook in alle districten en tot diep in het binnenland. En je zal nooit genoeg capaciteit hebben, dus nooit genoeg mensen hebben en middelen hebben om overal te zijn. En dat is best wel een uitdaging. Waar treed je wel op en waar treed je niet op? En de keuzes die tot nu toe gedaan worden is, waar heb je het meeste effect? En wij richten ons op die mass spreading activiteiten. En dat zijn bijvoorbeeld feestjes waar veel meer mensen bij elkaar komen, bedrijven waar mensen bij elkaar komen, grote handelszaken waar mensen bij elkaar kunnen komen, maar gewoon in de publieke ruimtes waar bijeenkomsten gepland worden. Daar proberen we ons op te richten. Vergeleken met de westgrens is er in het oosten veel meer maatschappelijk verkeer aan de grens met Frans-Guyana, met soms wel meer dan 80 vaarten per dag. Sommige kinderen uit dorpen langs de Marowijnen bezoeken aan de Franse kant de school. Onze minister van Defensie, Krishna Mathura, vertelt ons meer over de plannen om de komende tijd in samenwerking met andere diensten en departementen deze grenscontroles op te voeren. Wat de grenzen betreft hebben we extra surveillance. We hadden langs de Marowijnen rivier hebben we 5 controleposten opgezet op 5 verschillende plekken. Maar u weet dat de Marowijnen rivier heel erg lang is, ook zo ook de quarantaine. Op de quarantaine hebben we eigenlijk frequent patrouilles uitgevoerd, maar je kan niet constant 24 uur patrouilles uitvoeren. Dus we hebben meer steekproefsgewijs patrouilles uitgevoerd en zoveel mogelijk geprobeerd te ontmoedigen, zichtbaar te zijn. En waardoor je dus preventief te werk gaat, waardoor mensen zien, de politie en het leger zijn op het water, dus
We kunnen geen risico's nemen om grenzen over te steken. Hetzelfde hebben we dan aan de Marowijnen gedaan. Wat we merken is dat de toevoer aan de Marowijnenrivier heel anders is dan in quarantaine. Wat je merkt in de Marowijnen, in het district Marowijnen, is dat mensen bijvoorbeeld in Frans-Guyana wonen, maar hun kostgrondjes hebben aan de Surinaamse kant. Er zijn leerlingen die in Suriname wonen, maar op school gaan aan de Frans-Guyanese kant. Er is een frequente handel tussen Frans-Guyana en Suriname. Groente wordt geëxporteerd, vruchten, brood, melk. Dus we hebben eigenlijk laten observeren en geteld. Er zijn bijna 80 vaarten met kleine korialen. En veel personen die over en weer gaan. Wat we hebben gedaan is, wil je het goed en beter aanpakken, dan moet je met de lokale bevolking gaan praten. En mensen bewust maken, want we willen dat die COVID beheerst wordt. Dat mensen die symptomen hebben, dat ze niet komen, dat mensen rekening houden. Dus aanstaande vrijdag hebben we een afstemmingsvergadering op Defensie. En we praten dan met het ministerie van Financiën vertegenwoordigers, want de douane heeft een rol daarin. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een rol daarin. Het Korps Politie Suriname heeft een rol daarin. Economische Zaken heeft een rol. En natuurlijk ROS, regionale ontwikkeling, de DC's, spelen een hele belangrijke rol. En we gaan dus vrijdag aanstaande met alle functionarissen afstemmen van hoe kunnen we nog beter de grenscontrole doen. Ja, er is een soort gedoogd beleid en dat is ook besproken met de Fransen. Want je wil niet hebben dat hun educatie stopt. Kijk, in Suriname hebben we vanwege die hoog aantal besmettingen de scholen tijdelijk gesloten. Frans-Guyana doet dat ook. Als de scholen in Frans-Guyana gesloten zijn, blijven de kinderen thuis. Maar als de scholen in Frans-Guyana open zijn, dan gaan onze kinderen wel naar school in Frans-Guyana. Al sinds dag 1 is voor Defensie een sleutelrol weggelegd in de fight tegen COVID-19. Het ministerie van Defensie is erg ondersteunend naar alle departementen. Ten eerste volksgezondheid. We hebben ondersteund met informatievergaring. We hebben ondersteund met ambulances. We hebben ondersteund met het opzetten van tenten en het uitlenen van ons materiaal, veldbedden, etc. Dat hebben we gedaan allemaal. Naar het ministerie van Volksgezondheid. Niet alleen in Paramaribo, maar ook in alle districten waar we middelen hebben, mogelijkheden hebben, dat we allemaal ter beschikking stellen. We hebben als samenleving en als departement alle belang bij dat COVID-pandemie beheerst wordt en dat we zo min mogelijk besmettingen hebben. En we doen er alles aan, dus iedereen die een beroep doet op Defensie, kijken we van hoe kunnen we ondersteunen. Met betrekking tot de handhaving hebben we een team ter beschikking gesteld van het Korps Politie Suriname. En zij ondersteunen daar ook met controles. De scholen blijven vooralsnog op slot, totdat de regering hier mededelingen over doet. Dat alle onderwijs, ook op universitair niveau, wordt stilgelegd, daar heeft gezondheidsminister Amar Ramadien goede redenen voor. Alle scholen zijn vooralsnog. De opening dan van de scholen is vooralsnog met 2 weken uitgesteld. We overleggen wekelijks. We gaan ook weer met onderwijs zitten om de protocollen weer te belichten, te bespreken. We onderschatten niemand. We overschatten ook geen situaties, maar we hebben wel aan het begin van december, vooral toen die golf begon, besmettingen op scholen gehad. En volgens de rapportages, ik wil niet offensief zijn naar niemand toe, maar volgens de rapportages hield het personeel zich niet meer aan de maatregelen. Zo gaven leerkrachten weer les zonder een mondkap. Werd er vergaderd in de lerarenkamer zonder mondkap. Omdat men dacht, men is in een bubbel. Dus iedereen is van één school, dus het maakt niet uit. Maar het zijn 20 mensen van 20 huishoudens. En die huishoudens hebben weer iedereen netwerken daar. Dus je snapt wat er gebeurt, dus het is heel belangrijk. Ik spreek hierbij de leerkrachten, onderwijsgevenden toe. En zeg van, u hebt een hele grote verantwoordelijkheid, omdat u dagelijks bezig bent met kinderen van andere personen. En u weet niet als u in uw incubatieperiode bent. En ook in uw incubatieperiode met milde klachten,
kunt u al heel besmettelijk zijn. Misschien worden kinderen niet zo ziek door COVID-19, maar ze zijn wel dragers. Dus ze kunnen wel besmet raken, ze worden niet zo ziek. Maar als ze naar huis gaan, kunnen ze hun ouders wel besmetten, of hun oma of opa. Dus let op, want één leerkracht heeft bijvoorbeeld 15 kinderen onder zich of 20. Er moet maar een paar besmettingen zijn en we hebben dan weer verspreiding. Dus we hebben dit de scholen uitgesteld, omdat we niet die verspreiding en die besmetting op scholen willen. Maar meer nog, als we 6000 kinderen op scholen hebben, dagelijks, en er besmettingen plaatsvinden, weer naar huis gaan, binnenshuis besmettingen plaatsvinden, dan snapt u dat die containment van het virus voor de overheid moeilijk is. En dat is de overweging geweest, dat de regering zegt, we gaan die scholen even aanhouden. Veel scholen zijn online ook bezig, er zijn opdrachten gegeven. En ik zag vanmorgen een artikel waar iemand zegt, het curriculum zou je eigenlijk nu dringend moeten aanpassen. Dus ik hoop dat onderwijs dat ook oppakt, dat het curriculum van onderwijs rekening houdt met de periode dat kinderen niet geen onderwijs kunnen genieten. Dat je gaat moeten aanpassen, je gaat het dynamisch moeten maken, je curriculum gaat aangepast moeten worden. Maar het begint met Mohana. Dus als elke leerkracht, voordat ze in de klas gaan, hun mondkap opzetten, of voordat ze op school gaan, hun handen wassen regelmatig en afstand houden, dan vindt er geen besmetting plaats. Maar we gaan besmettingen zien wanneer leerkrachten denken van, ja, ik ben niet ziek, ik heb geen koorts. Maar koorts is zo'n subjectieve verschijnsel. Het kan van alles betekenen. Als je een oorontsteking hebt, of je hebt een andere soort vorm van een infectie, kunt u ook koorts hebben. Maar u hoeft ook geen koorts te hebben, maar je hebt wel COVID. Want er is een scala van symptomen en koorts is haast niet bij ieder aanwezig met COVID-19. Dus natuurlijk kan je zeggen, ja, dan waarom meten we dan die temperatuur bij die winkel? Omdat het wel een symptoom is die je aangeeft, er is iets aan de hand. Maar een koorts bij iemand wil niet zeggen dat die persoon COVID heeft. Dus het kan van alles zijn. Het kan een absces zijn dat je hebt ergens, of een of andere van ontsteking, of een koorts, of een infectie. Maar het wil nog niet zeggen, maar ook als je geen koorts hebt, betekent dat nog niet dat je geen COVID-19 hebt. Daarom moet je los van die temperatuur ook je mondkap opzetten, ook je handen wassen constant. Probeer zoveel als onderwijzer of als leerkracht, zoveel mogelijk contactloos les te geven. Waardoor je niet kinderen gaat zitten, maar op afstand een beetje. Dus het is natuurlijk een uitdaging voor ieder. En we hebben het goed gedaan. In oktober zijn we gestart. November hebben we gezien een stabiele situatie. We waren nog vol lof. Begin december. En bam, daar komt het. Dus, en we hebben evident bewijs dat er infecties op school hebben plaatsgevonden. Dus we kunnen het niet ontkennen. Dus wat onderwijs nu moet doen. En wij hebben die deskundigheid in huis. Wij stellen onze deskundigen ter beschikking om wederom met de leerkrachten, de inspecties, maar ook het ministerie zelf te zitten via Zoom of digitaal of hoe dan ook. En even benadrukken wat het belang is van het naleven van het protocol, want onderwijs heeft een heel goed protocol. We blijven u erop attenderen dat u bij het opduiken van klachten als griep en koorts een COVID-19 test van u te laten afnemen. Dit geldt zowel voor jonge als oudere mensen. Het besmettingscijfer viel de voorbije weken boven de 20%, wat erop duidt dat de meeste mensen bij het ontwikkelen van een ziektebeeld nog even aarzelen. We zien wel dat de laatste dagen soms meer dan 300 tests op een dag zijn afgenomen, waardoor de data in procenten een ander beeld zal geven over de positive rate in ons land. We krijgen in dit verband nog een heel belangrijke mededeling van de heer Rajesh Ory, waarnemend directeur bij het BOG. Als we kijken naar de testen vanaf voor de kerstperiode, hebben we gemerkt dat er minder mensen kwamen testen. Waarom we dat zeggen? We hebben gezien dat de positivity rate, het percentage van al die testen die positief zijn, dat hoog was. En als dat hoog is, geeft dat aan dat weinig mensen komen testen. We moeten gaan naar 10% of onder de 10%. We hebben gemerkt dat we boven de 20% waren. Nog steeds zijn we boven de 20%. Vanaf maandag hebben we gezien dat er meer testen zijn gedaan. We zijn boven de 300, terwijl we al die tijd boven de 200 waren. Ik wil hierbij oproepen, ieder die klachten heeft, laat je testen. Er zijn genoeg plaatsen waar je kan testen. Alle districten kan je testen. De medische zending heeft ook in het binnenland ook plekken waar je kan gaan testen. Sommige polis
hebben nu ook sneltesten waarbij je dan binnen 20 tot 30 minuten al resultaat hebt. Nogmaals, ieder die klacht tegen moet komen testen om deze golf zo snel als mogelijk terug te brengen. Dat naar beheersbare proporties moeten we iedereen zo snel als mogelijk testen. Want hoe langer een persoon met klachten rondloopt, hoe meer personen hij kan besmetten. We hebben dit sinds november gewaarschuwd dat COVID is er, COVID gaat niet weg. Dat we met de feestdagen moeten we rekening houden dat als wij mass-spreading events niet moeten hebben. We moeten geen parties hebben, veel mensen bij elkaar met al dat de maatregelen waren aangescherpt. We hebben gezien dat er regelmatig werd gefeest. En hoe meer feesten, hoe meer mensen bij elkaar, is het risico veel groter. En dat zie je ook, want je ziet ook een heleboel van die mensen die positief zijn, dat ze niet weten waar ze besmetting hebben opgelopen. Als je in een feest bent, op een feest bent, dan weer of elke week of om de 2-3 dagen ben gaan feesten, ga je niet weten waar je bent besmet geraakt. Dat zien we ook. Het heeft veel te maken met wat we hebben gezien. En je ziet het duidelijk in Paramaribo, de meeste cases. De meeste feestjes zijn op Noord geweest. En je ziet het ook dat Noord de meeste gevallen heeft. De meeste gevallen komen van Noord. Laten we hopen dat het niet boven de 100 gaat weer. Want we hebben eergisteren gezien dat we meer dan 100 positieve hebben. Maar realistisch gezien, we moeten wachten tot het weekend, komend weekend, om te zien wat het effect is van al dat gefeest dat we hebben gefeest. Ik wil aan ieder, en ook niet aan de personen die klachten hebben, maar die naasten van die personen. Als je ziet dat iemand met je woont of iemand met je werk klachten heeft, stuur die man of die vrouw om te gaan testen. En blijf dat monitoren, want soms zeggen ze we gaan testen en ze gaan niet. Blijf dat monitoren dat zo iemand gaat testen. Want dat is erg belangrijk, want je hebt sommige personen met heel milde klachten. Maar die lopen overal rond en die maken steeds meer cases. We moeten dat voorkomen, het is in het belang van ieder. Je kan het ook noemen sociale controle. Je naasten, als ze klachten hebben, al wonen ze samen. Al is iemand aan het, op de werkplek, zegt ze nee. Ik moet test. Bel hem op, ik ben getest. Zodat we dat weten, want een heleboel mensen, vooral jongeren, ze hebben milde klachten en ze willen niet gaan testen. Want ze zien ook in de database, er zijn meer jongeren. Er zijn meer jongeren die positief testen. En in Nederland zijn ze vanmorgen begonnen met het vaccineren met het Pfizer Biotech vaccin. Voor Sana El Kadiri, een zorgmedewerker, is dit allemaal nieuw. Zij is een van de eerste die het vaccin kreeg toegediend. Ja, dit ben je gewoon niet gewend. Hè? In de zorg ben je voor de cliënt en dit is natuurlijk helemaal nieuw en een beetje onwerkelijk nog eigenlijk allemaal. Maar het gaat allemaal goed komen. Zij is een van de 36 mensen die vandaag in Veghel worden ingeënt in het hart van Brabant waar het virus zo om zich heen sloeg. Een belangrijk moment, ook voor de minister, maar we zijn er nog lang niet, erkent hij. We zitten er echt nog wel een aantal maanden in. We zijn er echt nog niet zomaar uit. We hebben ongelooflijk geleden onder dat virus wat ons zo in de greep heeft gehouden. Onder al die maatregelen die nodig waren om dat virus eronder te houden. Ja, en als dan het begin van het einde is begonnen, dan is dat het moment om te vieren. Inmiddels zijn de vaccins ook al verspreid over de verschillende ziekenhuizen in heel Nederland. De Pfizer-vaccins kwamen vanochtend onder politiebegeleiding aan bij het UMC Utrecht. En ook bij het UMC Groningen zijn de eerste vaccins binnen. En onze taak hier in de ziekenhuisapotheek van het UMCG is om dat ook klaar te maken voor de medewerkers die in het eigen ziekenhuis worden gevaccineerd. Maar ook klaar te maken voor de regio ziekenhuizen. Rond het middaguur kreeg deze ziekenhuismedewerker van het Amsterdam Medisch Centrum het vaccin. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft de eerste lading ontvangen. Zo'n 90% van het personeel daar wil gevaccineerd worden. Degenen die het niet willen, hoeven dat ook niet. Wat wij daarmee doen is mensen goed informeren. Dus er is veel informatie beschikbaar. En gisteravond en vanochtend was er ook de gelegenheid voor ons personeel om vragen te stellen aan onze experts op dit gebied. En als mensen echt niet willen? We hoeven niet, het is vrijwillig. Maar we proberen wel zoveel mogelijk mensen te verleiden omdat we het belangrijk vinden. Kijk eens. Ja. Oh, mooi. Dit was het voor wat betreft deze aflevering van het COVID-19-journaal. Vergeet niet u te houden aan de regels. U weet het, handhygiëne, mondmasker, afstand van 1,5 meter en geen samenscholing van meer dan 5 personen. Laten wij als Stranamangs COVID-19 de baas zijn.